Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft vandaag de jongeren van Latour en omgeving toegesproken. Het vorige weekend hebben jeugdigen zich misdragen in de binnenstad, waarbij onder meer wegmeubilair is vernietigd. De bewindsman heeft de jongeren geconfronteerd met de baldadigheden die zijn gepleegd. Een recent geval is jongeren die baldadigheden hebben gepleegd in onze binnenstad. Ik denk niet dat het is wat wij zijn. Geloof niet dat het is wat wij in geloven. Maar u ziet het, het is onze realiteit geworden. Het zijn zaken die in het buitenland gebeuren, die wij op televisie meemaken. En nu zijn wij ook onderdeel van die televisiebeelden. Ik wil jongeren u oproepen om dit soort gedrag achterwege te laten. De bewindsman is zich ervan bewust dat jongeren beknot worden in hun ontspanningsactiviteiten. Daarom zal hij samen met zijn collega's van regionale ontwikkeling en sport en arbeid, werkgelegenheid en jeugdzaken overleg plegen om de jongeren tegemoet te komen op het gebied van ontspanning. De minister benadrukte dat de politiecontrole landelijk verscherpt zal worden. Dus er komt een aanpassing van de wet noodtoestand. Verdere aanpassing, we gaan naar een strafrechtelijke handhaving, waarbij we mensen gaan dagvaarden voor de rechter gaan brengen om hun boetes te betalen die in overtredingen zijn. Dat is een van die maatregelen. Maar ook aanscherpen van de politiecontroles gaan we de komende tijd doen. De politie is nu bezig met het project Sakayu Tempo. Maar dat gaan we uitbreiden. We gaan ook samenwerken met particuliere bedrijven om ons te helpen met de surveillances in de verschillende buurten, in de binnenstad, in districten. Zijn de activiteiten die we zeker de komende dagen in verhoogde mate gaan uitvoeren. Namindo Plein van de buurtorganisatie Stubila deed een beroep op de minister om te werken aan de veiligheid in de omgeving. Er vinden vaak berovingen plaats in de buurt. Daarnaast maakt Plein zich ook bezorgd om tal van andere maatschappelijke problemen in het gebied. Sowieso zijn er een aantal drop-outs. We moeten echt daaraan gaan werken. Want meestal in de meeste organisaties kijken mensen niet echt, naar drop-outs. En in Stubila, in omgeving Latour, Ramgoolang heb je heel wat drop-outs. Laten we kijken naar mogelijkheden voor de drop-outs. Life skills lessen die gezorgd kunnen worden, times management lessen. Zodat je anders kan gaan denken, zodat hun brein ook anders kan gaan werken. Minister Amoksi zal ook andere buurten bezoeken om de jongeren toe te spreken.